Op een hoogte van 102,5 meter boven het zeeniveau, het hoogste punt van Korte Sem, staat deze romp, een restant van een windmolen uit 1857. Die molen deed maar 50 jaar dienst, waarna hij ontmanteld en ingekort werd. Tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog diende hij als uitkijkpost voor de Duitse soldaten. Later werd het een discotheek en een opnamestudio. Maar sinds 2001 renoveerden Marleen en Gerald de romp tot een knappe gezinswoning. Uiteindelijk hebben we dan twee garages bijgebouwd waar vroeger die holtes waren, die eigenlijk met aarde gevuld waren. Dus blijkbaar mocht het, omdat vroeger ook iets tussen laag of zat eigenlijk. Omdat we uiteindelijk aan zoveel bewoonbaar oppervlakte kwamen, mochten we geen verdieping meer afsluiten. We mochten nog een heel eindje hoger opbouwen, het moest gewoon open blijven. En toen hebben we uiteindelijk niet voor een Japans hoedje of voor een vuurtorenlook, maar voor een ruïne-look gekozen. Binnen is een beetje de vorm van een klavertje vier eigenlijk. En de living, de diameter van de cirkel van de het gelijkvloers is ongeveer 10,5 meter, denk ik. En daarboven is een half verdiep, een soort vide waar een tv en de salon zou staan, waar we eigenlijk tv kijken, zo'n gezellig hoekje. Daarboven is het verdeeld in twee stukken. Een halve cirkel is een badkamer, de andere is de slaapkamer van Marleen en van mezelf. En daarboven is daar nog een verdieping op. Het wordt telkens ongeveer een meter kleiner qua diameter. En dat is gewoon verdeeld in twee kinderkamers. Bovenaan is het terras gekomen, omdat we toch voor niks anders konden gebruiken eigenlijk. En we dachten, we gaan daar nooit zitten. Dat is ook een heel gedoe als je dan net je flesopener naar beneden vergeten bent. Om weer naar beneden te koersen, maar intussen hebben we wel kuiten zoals Tom Bonen in zijn gloriedagen. Ja, we hebben daar toch wel pret gehad. Zeker bij nieuwjaar gaan we meestal om 11:15 het dak op. En ik koop al jaren zelf geen vuurwerk meer. We zien zijn Tongeren en Genk en Hasselt en Diepenbeek en Bilzen allemaal knallen. En dat is wel heel leuk. Hè?